Als bioloog en directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam ben ik eigenlijk altijd met dieren bezig. Met dode beesten in het museum en met het rijke dierenleven in het Rotterdamse groen. De laatste jaren zie ik de aanwezigheid van één diersoort opvallend toenemen in onze stadsnatuur. De mens. Daarom richt ik mijn blik nu eens op Rotterdammers in het groen. Ondanks de vele openbare groenvoorzieningen in de stad zorgen onze tuinen nog altijd voor de meeste natuur in Rotterdam. Hoi. Goedemorgen Kees, kom binnen. Ja, mag ik even kijken in je tuin? Jazeker. Oké. Nou. Want juist ook tuinen zorgen voor de aanwezigheid van dierenleven. En ze vangen ook water op tijdens heftige regenbuien. Maar bovenal dragen al die tuinen tezamen bij aan een aantrekkelijke en leefbare stad. En heb je zelf een tuin, dan word je daar vaak blij en gelukkig van. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik geen tuin meer heb. We leven gewoon het half jaar buiten. En onze woonkamer is gewoon twee keer zo groot. En we eten buiten, we lezen buiten, we spelen buiten. Feesten. Ja. Feesten, ja. Feesten ook. Feesten ja. In de tuin. Ja, ja, feesten worden buiten gevierd als het kan. Ja. Maar ook lekker ontspannen. Ja. Dus na een drukke dag werken, dan kunnen we gewoon relaxen. En zonder dat je echt de deur uit hoeft, ben je toch een beetje in de natuur. Groen in je directe omgeving. Onderzoek wijst uit dat we er gelukkiger en zelfs gezonder van worden. Daarom ervaren we een huis met een tuin, vooral in de stad, ook als een luxe. Nou, bedankt hè. Tot ziens. Niks te danken hoor, graag gedaan. Dag hoor. Doei. Maar een tuin in de stad is niet voor iedereen weggelegd. Sterker nog, tot niet zo heel lang geleden konden slechts de allerrijkste Rotterdammers zich een tuin permitteren. Dat waren dan vaak ook meteen hele grote en bijzondere tuinen. Kasteeltuinen, buitenplaatsen en landgoederen. Hallo, weet u wat het hier was 100 jaar geleden? Nee, dat weet ik niet. Nee? Goedemorgen. Goedemorgen. Weet jullie wat het hier was 100 jaar geleden? Dit gebied? Water. Ik denk dat ik dat weet. Een landgoed van een meneer Goboken. Helemaal goed, ja. Eén grote privétuin hier op deze plek. Van de Nieuwe Binnenweg tot aan de Westzeedijk. Tof. Het huidige museumpark en de directe omgeving was dus ooit zo'n gigantische privétuin midden in de stad. Pas in 1924 werd dit landgoed door de familie van Hoboken aan de gemeente verkocht. Mijn werkplek, het Natuurhistorisch Museum, is tegenwoordig gevestigd in het oude woonhuis van de familie, Villa Dijkzicht. Deze oude tuinen en landgoederen dienden vaak meerdere doelen. Er kon voedsel in verbouwd worden, vaak werden er dieren gehouden, maar de prestigieuze tuin was ook om mee te pronken. Dit soort tuinen werden dan ook met veel zorg en geheel volgens de mode van de tijd aangelegd. Renaissance tuinen waren strak en symmetrisch. Later, tijdens de romantiek, moesten de tuinen juist heel landschappelijk zijn. Hallo. De tuin is oorspronkelijk ontworpen in Engelse landschapstijl. Nou, wat is nou de Engelse landschapstijl? Dat kenmerkt zich door kronkelende paadjes, hele mooie zichtlijnen en veel waterpartijen in de tuin. Schoonoord, een verborgen parel in het Rotterdamse scheepvaartkwartier, pal naast het park bij de Euromast, is de oude tuin van de voormalige buitenplaats Schoonoord. Vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw werd het de privétuin van de bekende Rotterdamse bankiersfamilie Mees. Dus u bent de kleindochter van Jacob Mees? Ja, dat klopt. En ik kwam hier als kind. Wij speelden hier. Hier ergens was een grasveld.
met een klimboom, dus daar zaten we in. Ik logeerde in het tuinmanshuis waar mijn tante met mijn nichtje woonde. En dan herinner ik me heel goed, er was een rosarium. En met allemaal buxushagen en een hele grote zonnewijzer in het midden. En de geur van buxus brengt mij altijd weer hier naartoe. En hoe ervaarde u als kind zo'n grote tuin? Ja, het was natuurlijk gewoon... Wij waren niet anders gewend dat we hier naartoe konden. We vonden het, ja, als kind vind je alles normaal, denk ik. Als je in een krot opgroeit, vind je dat normaal. Maar het was heerlijk om in te spelen. Ja. Dus goede herinneringen, aan deze tuin. Absoluut. Okay. Hoe belangrijk zijn de tuinen voor een stad als Rotterdam? Enorm belangrijk. Ja. Longen, ja, toch? Ja, precies. Zuurstof. Ja, ja. En ook denk ik, in het geval van historische tuin Schoonoord. Deze tuin is natuurlijk een rijksmonument. Dus het is niet alleen voor de natuur en voor de rust heel belangrijk, maar ook voor onze geschiedenis. Pas aan het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e, met de emancipatie van de middenklasse en de arbeiders, kwamen er tuinen voor iedereen. Bij de eerste sociale woningbouwprojecten in Rotterdam werd nadrukkelijk rekening gehouden met voldoende groen. Hallo. Goedemiddag. Lekker groen buurtje hier, hè? Ja, dus inderdaad. Vroeger was Tuindorp Vreemuik de mooiste wijk van Europa. Tuindorp Vreewijk, op Zuid. Gebouwd rond 1920, nog steeds een van de groenste wijken van de stad. Met veel openbaar groen en ook bij ieder huis een tuintje. Voor en achter. Maar je moet ook bijhouden. Ja, dat is en zeker de waarheid en het grootste probleem. Hè? Nou, maar dit is wel een prachtige tuin. Ja, ik doe ook altijd mee met de prijzen. En, winnen? Nou, ik heb me van de 30, ik heb 30 keer zat ik bij de eerste drie. Ik ben 8 keer nummer 1 geweest, 30 keer nummer 2 en 7 keer nummer 3. Succes, bedankt. Ja, dank je. Ik kom voor jullie tuin. Ja, leuk. Welkom. Nou, dit is hem. De binnentuin. Kijk nou. Dat is gaaf. Helemaal geen hekken, geen schuttingen, geen hagen. Nee, we hebben allemaal een stukje eigen balkon. En de rest is gemeenschappelijke tuin. En gebruiken we inderdaad met z'n allen met spelen, eten. En het onderhoud doen we ook een groot deel met z'n allen. Bij veel Rotterdamse woningbouwprojecten uit de 20e eeuw werden ook gemeenschappelijke tuinen aangelegd. Vooral in wijken met hoogbouw werd dat als noodzaak gezien. Ook flatbewoners hadden recht op een tuin. Tegenwoordig is de gemeenschappelijke tuin vooral hip in de oude wijken, waar bewoners voormalige doodzaaie stenen binnenplaatsen vergroenen, gezamenlijk gebruiken en beheren. Toen we hier kwamen wonen was het heel stenig. En we hebben wel in de loop van de tijd de stenen eruit gehaald en veel meer groen erin gebracht. Om er echt een beetje een tuin van te maken in plaats van een stadspark. Het is heel prettig, zeker voor die kleintjes, om hier groot te worden. Het is heel veilig, ze kunnen de tuin niet uit. Ze kunnen bij iedereen naar binnen lopen en dat doen ze dus ook. Ja. Soms ben je je kind de hele dag kwijt en soms heb je 10 kinderen in je huis rondrennen. Hallo, mag ik jullie wat vragen? Wat is er voor jullie leuk aan deze binnentuin? Ja, je bent gewoon altijd met je andere buren en je vrienden. Zo gezellig samen altijd. Oké. Okay. En jij kan dus praten en trampoline springen tegelijk? Ja, het is niet zo moeilijk. Is dat niet zo moeilijk? Nou, mij zou het niet lukken. Oké, okay, dankjewel. En de ouders, die vinden het ook prettig? Ja, want je hebt natuurlijk altijd de mogelijkheid om je terug te trekken op je eigen terras. Maar ja, we eten eigenlijk, zeker als het mooi weer is, bijna altijd wel met een paar gezinnen in de tuin. Soms schakelen we alle tafels aan elkaar. Dus ik zeg wel eens, soms is het een soort van camping. Maar dan wel met de mogelijkheid om je eigen huis in te gaan. Gezondheid. Goed hoor. Hey, reis die proost. Hey.
Wouter. Zo. Zo. En? Ja, heb die je was wat? Raak hoor, Kees. Heb je wat? Ja. Kijk. Zweefvliegje. Een zweefvliegje, oké. Okay. Ja. Hoe heet die? Dit is een elfje. Een elfje. Deze wijktuin is goed voor insecten? Ja. Ja, je ziet het heel bloemrijk, heel divers qua structuur. Open grond en bijtjes kunnen daarin nestelen, dus dat is echt heel goed. En je ziet vlinders om je heen vliegen, daar om precies te zijn. Oh kijk, daar gaat er een. Ja, nee, is dat een, allemaal een, koolwitjes. Koolwitjes, ja. Hier, kijk nou. Wow. Ja. Zweefvlieg, zo te zien? De terrasjes, zweefvlieg. Ook bijzonder algemeen. En het grappige eigenschap is dat alles wat geel is, dat heeft enorme aantrekkingskrachten op ze. Dus als jij een gele jas, een knalgele jas zou hebben, dan zou je een magneet zijn voor ze. Tuinen vind je tegenwoordig overal in de stad en in verschillende soorten en maten. De eigen tuin, de buurttuin, maar ook steeds meer scholen en kantoorgebouwen hebben een tuin. In die zin geeft de gemeente Rotterdam met haar statige stadhuis aan de Coolsingel al een eeuw het goede voorbeeld. Meneer de wethouder, dus dit is feitelijk de tuin van de gemeente Rotterdam. Ja, midden in het stadhuis, deze mooie oase van groen en water en rust. En iedereen die hier werkt, ja, wordt er blij van om hier te zijn. U bent de wethouder van ons Rotterdams Groen. Hoe belangrijk zijn tuinen voor de mensen in Rotterdam? Tuinen zijn en groen is vreselijk belangrijk voor de Rotterdammers. Als gemeente werken we daar heel hard aan, in de buitenruimte, de straten en in de parken. Maar voor mensen die een tuin hebben, kunnen ze het zelf ook mooi groen maken. En het is duidelijk, dat leidt tot gezondere lucht. Dat leidt tot meer diversiteit van dieren en planten. Dat is ook goed voor als het heel hard regent. Want tuinen nemen dan het water op. Ja, en mensen worden er blij van. Ja, ik vind het heel fijn als Rotterdammers vaker kiezen voor het groener maken van hun tuin. Ze gaan dat stimuleren. We gaan het ook makkelijk maken voor mensen. Maar ik ga ook naar scholen. Ik ga ook naar bedrijven. En ik ga ook naar woningcorporaties. En we gaan het in de eigen gemeentegrond ook veel vaker doen. Er moeten duizenden vierkante meters groen bij de komende jaren. Je hoort wel eens wat over de tegeltax. Is dat iets, biedt dat een oplossing? Nee. Een tegeltax vind ik betuttelend en negatief. We gaan gewoon mensen verleiden. Omdat het leuker kan zijn in je tuin. Maar we gaan het niet verplichten. Mensen kunnen ook zware redenen hebben om het te doen zoals ze het doen. Maar door het gemakkelijker te maken. En door het soms met elkaar te doen. En door met elkaar te ervaren dat de stad er gezonder van wordt. Dat moet echt helpen dat ook heel veel mensen in hun eigen grondje zorgen voor meer groen. Een tuin zou dus eigenlijk wel groen moeten zijn. En ook al hoeven we er dus voorlopig geen belasting voor te betalen, alstublieft. Weg met die grindtegels en plastic schuttingen en maak van uw tuin een biodivers paradijs. Dag. Dag. Hallo. Hallo, ben ik hier goed voor tuinbezoek? Ja, helemaal. Net als Henny van den Hazel, die regelmatig mensen in haar eigen paradijsje ontvangt en advies geeft voor een zo groen mogelijke tuin. Nou, welkom iedereen. Leuk dat jullie er zijn en dat jullie mijn tuin komen bekijken. Dit is de schaduwkant eigenlijk. Het is de moeilijkste kant van de tuin. Ik vind dat het nog aardig gelukt is om wat bloeien te krijgen. Maar ik doe er haast op te doen en wat tips te krijgen. Om ook mijn eigen tuin, waar ik het heel moeilijk vind om, wat ook gezegd wordt, om altijd wat bloeiends te hebben. Om dat ook voor elkaar te krijgen. Dat is nog niet makkelijk. Waarom stelt u uw tuin eigenlijk open voor mensen die u helemaal niet kent? Nou, dan ontmoet je leuke mensen die geïnteresseerd zijn in planten. Ja. En ze zijn enthousiast vaak, dus dat geeft ook wel een goed gevoel. En ik ben ook wel trots op dit kleine stukje tuin. Ja, want is dit een bijzondere tuin? Ik ben geen kenner van tuinen, maar ik vind hem mooi. Maar is die bijzonder?
Ja, nou, er zijn natuurlijk meer bijzondere tuinen. Ik denk wel dat die bijzonder is. Misschien kunnen jullie dat zeggen. Ik weet het niet. Ja, zoveel verschillende soorten bloemen en struiken. Ja. Ja, en de kunst is dan denk ik om de compositie zo te maken dat alles in elkaar valt en dat op verschillende tijden bloemen bloeien. Iedereen die hier komt de tuin bekijken, die zegt, oh, helemaal verbaasd dat er zo'n groene oase hier is, midden in de stad, achter een deur van de Bergslaan. Ja, heel graag gedaan. Leuk dat je er was. Ik heb ervoor genoten. Bedankt. En veel plezier met je plant en in de zon zetten. In de zon, ja. Ja. De tuin van Henny kan alleen op afspraak bekeken worden. Een Rotterdamse tuin die het hele jaar door iedereen bezocht kan worden, is Arboretum Trompenburg in Kralingen. Lang een verborgen oase in de stad, maar inmiddels weten steeds meer Rotterdammers deze bijzondere plek te vinden. Vorig jaar hadden we dik 55.000 bezoekers. En dat is een stijgende lijn, dus steeds meer mensen weten ons te vinden. We merken ook dat er meer buitenlandse toeristen komen. Dat is een hele leuke ontwikkeling natuurlijk, want voor een stad als Rotterdam is zo'n schitterende tuin natuurlijk, ja, elke grote wereldstad heeft een fantastische tuin. En wij denken dat wij ook zo'n tuin zijn. Maar ook deze tuin was ooit privé. Het was lange tijd de tuin van de buitenplaats Zomerlust van de familie van Hoei Smit. Trompenburg refereert aan de boerderij die hier ooit stond. En het is best groot, hè? Hoeveel voetbalvelden? Nou, naast ons Excelsior, hoofdveld en 4 voetbalvelden, wij zijn groter dan dat. Groter dan Excelsior? Ja. We zijn officieel een botanische tuin. En botanische tuinen hebben een educatief doel. Mensen willen hier komen om wat te leren van planten. Mensen komen hier om te kijken, inspiratie op te doen van welke boom zou ik in mijn tuin willen hebben. In hun eigen tuin? In hun eigen tuin, okay. Ja. We hebben ook een recreatief, heel belangrijk recreatief doel. Heel veel mensen komen hier omdat ze zich hier prettig voelen. Groen is gezond en als je blij bent, dan word je gezonder daarvan. Dus veel mensen komen hier gewoon genieten van de prachtige groene omgeving. Groen maakt ons dus blij, gelukkig en zelfs gezonder. Dat laatste wordt al langer beweerd. In een groene omgeving zouden we bijvoorbeeld meer bewegen. Maar sinds kort waagt ook de wetenschap zich aan onderzoek naar de directe invloed van groen op onze gezondheid. Dag Kees. Dag Lisbeth, hallo. Welkom hier op het dak. Ja, fantastisch. Sinds dit voorjaar heeft het Erasmus MC 2 daktuinen. Patiënten, bezoekers en personeel kunnen hier even bijkomen en uitwaaien. Maar dit groen moet uiteindelijk ook tot een sneller herstel van patiënten gaan leiden. In 1984 is er een publicatie geweest van Roger Ulrich in Science. En die beschreef dat patiënten na een galblaasoperatie sneller herstelden wanneer ze uitkeken op groen ten opzichte van uitzicht op een blinde muur. En bleek dat ze minder pijnsting nodig hadden en een korter verblijf nodig hadden. En als je aanduidt dat dat iets met snelheid van herstel te maken heeft, dan zou je kunnen zeggen dat groen iets met gezondheid doet. We hebben eigenlijk een uniek experiment, want achter het gebouw ligt nog het oude dijkzicht. Dat wordt op termijn gesloopt, maar dat duurt nog even. En er zijn dus patiënten die kijken daarop uit. En de andere patiënten die aan deze kant liggen, die kijken uit via de daktuin op de skyline van Rotterdam. En we willen dus onderzoeken of bij een bepaalde patiëntencategorie we ook dat verschil in snelheid van herstel en pijnstilling kunnen vinden. En of we dat kunnen duiden, misschien ook wel met de complexiteit van uitzicht naast groen als uitzicht. Een tuin geldt in een stad vaak als een enorme luxe. Simpelweg omdat er in stedelijk gebied maar weinig ruimte is. Maar groen in onze directe omgeving maakt ons Rotterdammers veel gelukkiger en waarschijnlijk dus ook gezonder. Ja, tuinen, privé of openbaar, maar vooral groen,
zijn dus in feite van levensbelang voor het welzijn van onze populatie.